Welkom bij een nieuwe editie van de Safety Update van WePowder in samenwerking met het Snow Safety Center. We hebben een periode achter de rug van veel wind en heel veel neerslag. En jongens, wat is het een bende geworden. En wat zijn er veel ongevallen gebeurd en helaas ook een aantal ongevallen waarvan ik zeker denk dat die eigenlijk voorkomen had kunnen worden. Er zijn echt veel te veel incidenten geweest. Een kleine greep uit de incidenten. Eerst maar eens naar Zwitserland. Dat begon de week eigenlijk al, het was donderdag geloof ik, dat er een trein uit het spoor werd gekegeld door een grote lawine bij Villar. En hoewel een deel van de lawine op een piste terecht kwam ook daarna, is er niemand gewond geraakt. Gelukkig was de trein leeg. In Davos was er een snowboarder buiten de piste onderweg zonder pieper en helaas werd hij pas 's avonds gevonden en is overleden. Drie militairen die in Lenzerheide een sneeuwprofiel aan het opstellen waren voor het SLF werden door een lawine verrast en eentje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Engadine in het zuidelijke Graubünden viel in Squall iemand als slachtoffer nadat hij buiten de piste onderweg was. En waarschijnlijk, als ik het goed begreep, maar ik weet het niet zeker, had ook deze persoon geen lawinepieper bij zich. In Goms, in Wallis, daar is een spontane lawine over een langlaufloipe terechtgekomen. En twee mensen raakten bedolven, maar konden gelukkig snel gered worden door omstanders. Er zijn wel twee gewonden bijgevallen. En er zijn waarschijnlijk nog veel meer incidenten te melden uit Zwitserland, maar de statistieken zijn nog niet bijgewerkt op het SLF dit weekend. En dan naar Oostenrijk. Oostenrijk was natuurlijk al in het nieuws. En waar moeten we beginnen? Helaas veel slachtoffers. Zoals 5 doden in Spies op het randje met de Silvetta aan toerengroep waar het misging. Een echtpaar kwam om het leven in de Kitzbühler Alpen. Er viel nog een dode in de Zillertaler Alpen buiten de piste en ook eentje in de Alberg op de Albona. En dan zijn er nog talrijke incidenten geweest in Oostenrijk. Mensen wel in lawines, soms zelfs bedolven, maar waarbij gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. In elk geval geen dodelijke slachtoffers. 5 mensen kwamen in een grote lawine terecht in Sulde, waarbij 1 gewonde gevallen is. Eigenlijk niet in die lawine waarbij 5 mensen betrokken waren, maar er was een andere lawine vlak ervoor waarbij 2 mensen bedolven werden. Daarbij viel 1 gewonden en die 5 mensen hebben alle 5 geluk gehad. Hoewel sommigen best wel een tijdje onder de sneeuw hebben gelegen. Verderop in Oostenrijk zijn nog zeker 5 mensen volledig bedolven geraken door lawines, maar gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. In de Alberg werd ook een Nederlander bedolven door een lawine, maar mede door het gebruik van zijn airbag heeft hij dat overleefd. In deze periode zagen we veel grote lawines. Dit is het resultaat van een bom die gegooid is door de pistedienst in Davos. En je ziet dat is een serieuze unit. Op social media, zoals hier op Facebook bij Hoogvuge, was een mooie film te zien over een bom die gegooid werd. En die een gigantische lawine tot gevolg had. Ik kan je het linkje helaas niet laten zien in deze presentatie. Wat gaat er nou mis? Waarom komen er zoveel ongelukken voor na zo'n periode met storm en neerslag? Nou, die eerste mooie dag nadat er zo'n storm is geweest, daar ligt overal heel veel sneeuw. Het is voor het eerst kun je weer lekker naar buiten. Het is meteen strak blauwe lucht en dat is altijd link. Daar op zo'n dag gebeuren altijd heel erg veel ongevallen. En een van de problemen is dat je uit een lawinegevaar 4 situatie komt en die wordt dan teruggeschaald naar lawinegevaar 3 niveau. En dan denken mensen, oh, de grote problemen liggen achter ons. En op het niveau van de weg en de waterbouw klopt dat ook. Maar op het niveau van onze wintersporters en poederrijders is dat zeker niet het geval. Dan blijft het eigenlijk onverminderd link. Bovendien hadden we ook te maken met een hele lastige situatie. Er waren bijvoorbeeld veel fernhouse-leuzingen. Er werden lawines van afstand getriggerd. Dat betekent je bent misschien zelf in vlak terrein onderweg en vervolgens trap je een end verderop een lawine los en die valt dan op je dak. En het oude sneeuwprobleem waarmee we de winter begonnen is helaas ook weer terug. Hoe zit dat? Waarom gebeuren er nou altijd zoveel ongevallen op de eerste mooie dag na een periode met slecht weer? Welke aspecten spelen daarmee een rol?
Nou, ten eerste de zwakke lagen die er zitten, en in dit geval zijn het hardnekkige zwakke lagen, die hebben veel en veel meer tijd nodig om zich te kunnen stabiliseren. Vooral de lagen die bestaan uit diepterijp uitkantige kristallen. En in dit geval hebben we een probleem met dat soort kristallen. En dat komt dan vooral voor een deel, zoals we dat besproken hebben in episode 2, in de tweede aflevering van onze safety updates. Dus je kijkt die nog eens terug. Als je wil weten hoe dat in zijn werk is gegaan. En de nieuwe sneeuw en triepsnee is op die slechte lagen terechtgekomen. Een ander belangrijk aspect is dat de losse sneeuw, voor zover de losse sneeuw was, die zich gaat zetten, die inklinkt, dat krijgt betere eigenschappen om als plak te kunnen functioneren ten opzichte van de zwakke laag. Dus de combinatie van de zwakke laag met die zich wat meer gezette sneeuw, dat leent zich beter om een plak te vormen. En dat levert niet zozeer spontane lawines op, maar dat levert wel lawines op die gevaarlijk zijn voor de wintersporters. En natuurlijk hebben we te maken met poederstress. Het is een tijd slecht weer geweest, er ligt overal een bak poeder. Dan wordt de hemel die wordt weer helemaal mooi strak blauw en overal ziet het er fantastisch uit. Ja, en dan is het natuurlijk altijd heel moeilijk om nee te zeggen. Maar wat ging er nou vooral mis bij het ontstaan van heel veel van deze ongevallen? Het is eigenlijk best simpel. Er wordt veel en veel te steil afgedaald voor wat de omstandigheden mogelijk maken. Een aantal voorbeelden. Dit is een helling, vond ik op de lawinedienst Tirol. Een 40 tot 45 graden steile helling schreven ze daarbij in dit profiel waarbij een ongeval was gebeurd. Ja, en dat is natuurlijk wel echt heel steil voor de omstandigheden. En het ongeval in de Albona betrof ook een 40 graden helling waarbij helaas een slachtoffer is gevallen. Ook dat een extreem steile helling. En deze helling is misschien iets minder extreem, maar zeker zeer steil, zeer tot extreem steil. En het is ook een grote helling en je ziet ook wat een enorme plak er dan uit komt zitten. Zijn er dan helemaal geen lichtpuntjes te vinden in deze gidsartenperiode? Jawel hoor, als ik mijn vrolijke muts opzet, dan zie ik wel een paar lichtpuntjes. Airbags hebben verdere ellende kunnen voorkomen. We hebben echt een aantal gevallen gezien waarbij airbags het verschil hebben gemaakt. Dus airbags werken nog steeds. Niet in alle gevallen, er zijn ook slachtoffers gevallen met airbags, maar er zijn zeker ook diverse levens gered door het gebruik van een airbag. En er zijn levens gered door vakkundig omgaan met schep, pieper en sonde. Dus het hebben van het juiste materiaal, het hebben van de juiste training, dat helpt en dat redt levens. Wat kunnen we verwachten de komende tijd? Nou, ik zei al, het altsneeprobleem is terug. Dit is een profiel van een van de ongevallen in Sulden en je ziet hier bij de rode pijl heel duidelijk een typische hele zwakke laag waarop de boel is afgebroken en ook de tests die na de hand zijn uitgevoerd lieten zien dat het daar extreem gevoelig is. Het altsneeprobleem is dus terug, helaas. Hier is het lawinebericht voor zondag 6 februari voor een deel van Tirol, maar het geldt eigenlijk voor heel Tirol. We zien lawine niveau 3 en het belangrijkste probleem, dat is altijd het probleem dat bovenaan staat, het icoontje dat bovenaan staat. En in dit geval is dat alweer een altsneeprobleem. Zaterdag waarschuwde het SLF op de social media al voor extreem zwakke altsnee, extreem slecht opgebouwd sneeuwdek en enkele reusachtige plaklawines zijn door mensen al losgetrapt, vertelden ze. En als we dan het lawinebericht van zondag bekijken voor in dit geval Graubünden, dan zie je dat het enige lawineprobleem dat genoemd wordt een altsneeprobleem is, ook niveau 3 en zeer veel hellingen boven de 2000 meter. Goed, wat kunnen we nu de komende tijd verwachten? Zoals gezegd, het altsneeprobleem is terug en op het moment is in grote delen van de Alpen heerst een gevaarsniveau 3 op basis van het altsneeprobleem. Dat betekent, we moeten heel erg oppassen en vooral defensief zijn. Defensief zijn, dat wil zeggen vlakke hellingen en vermijd convexen. Het lawinegevaar in sommige regio's zal bovendien de komende tijd weer oplopen natuurlijk, omdat het weer gaat veranderen. Dit was het weer voor nu. Ik dank jullie heel hartelijk voor je aandacht. Be safe. Wees defensief de komende tijd. Het blijft nog even lastig, hoewel het er op sommige plekken fantastisch uitziet. Nogmaals bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.